Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag weer een nieuwe tourkaarthouder. Het was een van de eerste nieuwe tourkaarthouders van Q-School dit jaar. Het is Martijn Dracht. Martijn, alles goed? Ja, ja, zeker. Alles goed om. Top. Ja, je pakte een tourkaart op de eerste dag van de Final Stage. Had je dat kunnen bedenken? Nee, eigenlijk niet. Want ik was de dag ervoor woensdag eigenlijk nog helemaal niet zeker van Final Stage. Dus ik moest woensdagochtend echt nog even aan de bar. Ja, en uiteindelijk had ik dan gelukkig de finale tegen Marks. Maar ik was eigenlijk nog helemaal niet zeker voor de Final Stage. Ja, wat je zegt, na de eerste 2 dagen van de first stage, laatste 128. En dan moet je die derde dag in één keer toch weer strijden om überhaupt bij die 128 darters van de final stage te komen. Hoe ben jij Klopt. überhaupt Q-School ingekomen? Ging je daar echt, dus de vierde keer voor jou, ging je er echt om een tourkaart te halen? Of dacht je, ik zie het wel? Nou, nee, tuurlijk. Je gaat wel met die intentie in. Maar je weet gewoon, er lopen gewoon ongeveer 500 man mee. Er lopen ongeveer 80 daders die gewoon, als die allemaal een goede dag hebben, kunnen ze Ja. allemaal gewoon een tourkaart pakken. Ja, en zo zag ik mijn eigen kans ook wel. Alleen dat dat gelijk op de allereerste dag zou gebeuren, ja, dat had ik niet helemaal gedacht, inderdaad. Ja, je won uiteindelijk de finale dan van Chris Landman, maar op welk moment op die eerste dag dacht jij van, nou, waarom pak ik hem vandaag gewoon niet eigenlijk? Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo aan gedacht. Alleen ik wist wel dat gelijk de loting kwam toen ik tegen die Spanjaard moest. Nogueira, volgens mij, het allereerste rondje. En daar verloor ik gewoon dinsdags van. En best wel zuur. Want ik Ja. miste een paar dubbeltjes en scoren was ik eigenlijk niet zo heel erg slecht. Alleen, ja, ik verlies hem gewoon. Ik denk, daar ga ik niet nog een keer van verliezen. Met die insteek ging ik al naar de baan toe. En toen, ja, toen ging het vanzelf. En toen kwam ik. Volgens mij was de volgende, was die Liam Norris, volgens mij, of het Liam Lendl, die. En daarna inderdaad Rodriguez, nou, allemaal vaker tegen gespeeld. En Grote de naam. laatste ontmoeting had ik al een keer verloren. Ik dacht, ja, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. En ja, dat bleek gelukkig. Ja, en dan ja, ook die finale met Landman is natuurlijk ook hartstikke spannend. Jullie zullen elkaar vast ook wel een beetje kennen. Ja. Die laatste pijl gaat erin. Hoe was dat dan voor jou? Van tourcard binnen. Ja, nou, vooral dat, maar was ook meer winst op Landman. Want in de competitie of ik veel wat, win je daar normaal niet zo heel erg makkelijk van. Omdat hij gewoon alles zo steady is en scoren dat het zo goed is. Het was ook meer echt de overwinning tegenover Chris. En dat uiteindelijk dan inderdaad aan Tuca tegenover stond. Ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Ja, hey, ik vraag me altijd af, want die Q-School gaat dan natuurlijk gewoon nog 3 dagen door. Jij hebt je tourkaart al binnen. Wat doe je dan? Ga je dan al naar huis? Of heb je je hotel al geboekt en blijf je daar maar een beetje rondhangen? Of wat doe je dan? Nou, ik had nog een ander probleem. Ik had helemaal geen vervoer terug. Oh, oké. En Ik was samen met toch twee andere jongens, waaronder Arjan Kotterman, waren wij daar naartoe gegaan maandag of zondag. En die gingen donderdagochtend naar huis. En niet weten dat ik die dag al een tourkaart zou pakken. Oh, ja. Dus ik moest blijven tot vrijdag. Vrijdag hebben onder andere mijn ouders en nog Klaas en mij opgehaald. Kijk, dus kon je meteen een feestje vieren onderweg in de auto eigenlijk. Ja, nou inderdaad, dat heeft de hele dag geduurd ongeveer. Maar nee, dat was geweldig. Hey, en wat komt er dan allemaal op je af als je zo'n tourkaart wint? Ja, best wel veel eigenlijk. Best wel, je merkt dan toch eigenlijk wel dat dat echt heel erg ligt. Ja, hoeveel mensen het wel niet volgen op dat Connect. En je zag ook aan berichten, zeg maar, mensen die bij je normaal eens contact mee hebben, die helemaal niks met data hebben of iets dergelijks. Dat gebeurt nog heel regelmatig. Daar ineens een bericht van krijgt. Dus het leeft wel. En op dat moment, als je daar staat, heb je dat helemaal niet door hoeveel mensen het eigenlijk altijd volgen. Ja, wat vind En ik jij denk, van. ja, dat was geweldig. Oh, dat is. Ja, het telefoon was ontploft ongeveer, dus wat dat betreft.
Hey, en je komt uit een klein dorpje in Overijssel. Je hebt al een mooie poster op de muur hangen, Dedemse Vaart. Ja, klopt, ja. Voel je al een bekende Dedemsvaarter of dat nog niet? Ja, nou, zo voel ik me eigenlijk niet zo heel erg. Maar ja, het leeft wel enorm. Dus ja, er worden altijd gedachten, inderdaad. Ja. Dus ja, als je ergens in het dorp bij een feestje bent of zo, dan wordt inmiddels wel je naam gezegd. Oh, draag je eens ook. Ja, dat klopt, ja. Oh, wat grappig. Ja, misschien zeggen ze dan wel, dat is die darter die Rob Cross versloeg in 2023. Want is dat. Vooral onder die jeugd inderdaad leeft dat echt enorm. Dat is echt, dat moet ik echt, die jongens volgehouden. Ze zou ook al eens met goksites te maken hebben, dat weet ik niet helemaal. Maar dat merk ik wel, hij door de week met vrienden even wat gaat drinken in het café of zo, weet ik veel wat. Dat er altijd wel jeugd wat te vertellen heeft, of naar je toe komt van die de uitslagen ook allemaal uit hun hoofd kennen. Dat is ook altijd heel erg bijzonder. Ja, was die, ik had het over 2023, toen op een Eurotour toernooi won je van Ricky Evans en van Rob Cross. Was dat ook een moment waarop je jezelf zeg maar echt goed kon meten met de top en dacht van nou, ik kan eigenlijk best prima mee als ik op mijn piek speel? Ja, zeker. Ja, uiteraard. Ja, zeker weten. Alleen natuurlijk, in cross heb ik natuurlijk ook een beetje geluk gehad, want hij liet natuurlijk wel wat kansjes liggen. Maar nee, ja, nee, je hebt gewonnen. Dus het staat op papier. De overwinning is er. En ja, dat zal aankomend jaar ga ik meemaken hoe dat er allemaal uit gaat zien als je op die jongens op de vloer tegen hen speelt. Ja. En ik denk dat het niveau wel veel hoger zou zijn dan op het podium. We gaan het meemaken. Ja, de komende 2 jaar zal je ook vooral door de weeks bezig zijn. Want dat is natuurlijk nu anders, dat die Players Championships vaker of eigenlijk altijd door de weeks zijn. Heb je al iets kunnen regelen met je werk? Ik weet niet precies wat voor werk je doet. Ja, nee, ik ben zelf transportplanner. Dus best wel een drukke baan. Maar ik heb voordat ik naar Q School ging, had ik zo ingelicht. En gevraagd als ze er ook voor open stonden en wat dingen geregeld. Dus gelukkig had ik dat op voorhand al gedaan. Dus jij bent er gewoon weer bij de eerste Players Championship toernooi. Jazeker. Top. Ja. Ja, verder, ja, je zegt het al, als je de sport een beetje volgt, dan ken je jouw naam al wel. Maar hoe ben jij eigenlijk begonnen met darten? Wanneer heb jij de eerste pijlen opgepakt? Ja, dat was denk ik, ook een jochie van 10, 11 of zo, dat ik een keer een dartpad op mijn verjaardag kreeg. Ja, en zo ben ik toen begonnen, denk ik, op zolderkamertje. Had je als 10-jarige darter al een bepaalde held die je dan op tv zag en dacht van dat wil ik ook, of? Nou, ik denk dat dat later wel kwam hoor. Ik denk in die tijd van Wim Adel en zo, ja, dat vond ik echt al fantastisch om naar televisie te kijken. En nee, je hebt het al een aantal keer meegemaakt, maar ja, zo direct ga je dus tegen de grote mannen spelen en dan hoor je daar ook bij. Ja. Hoe zal dat voelen voor jou, denk je? Ja, uiteindelijk gaat het nu pas beginnen. Hè? Kijk, je hebt nu wel de status gekregen dat je een tourguide hebt. Maar Ja. uiteindelijk moet je het nu pas zien te bewijzen. Dus, en nu moet je gewoon binnen 2 jaar in die top 64 van de wereld komen. Wat best een opgave zal worden, denk ik. Alleen ja, je moet denk ik ook net een beetje geluk hebben met de loting af en toe. Dat je ook bijvoorbeeld in een Pro Tour of ik wat, dat je een beetje in kunt werken. Dat je een beetje ritme te pakken hebt. Hey, op de Pro Tour lopen natuurlijk al genoeg Nederlandse darters rond. Heb je al wat contact met die darters die op die tour zitten en kan je daar gewoon bij terecht? Of hoe zit dat? Oh. Oh, zeker wel. Ja, gelijk de eerste dag kreeg ik al een paar berichtjes van jongens die er al rondlopen. Dus ik denk dat dat allemaal wel goed komt. Onder Richard Veenstra of Jurrien van der Velde, die jongens die ken ik allemaal wel. Dus nee, ik denk dat dat allemaal wel goed komt. Top. Een van de laatste vragen. Komende 2 jaar ben jij tourkaarthouder? Je had het net over natuurlijk de top 64 halen, want dan kan je weer een jaartje verder als tourkaarthouder. Maar wat zijn andere dromen, andere doelen die je de komende 2 jaar wil bereiken? Maar daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel over nagedacht. Ik denk het eerste doel is inderdaad binnen 2 jaar de top 64 van de wereld halen.
Ik denk, ja, ik denk dat ik eerst het toernooi even moet aanzien en aan moet voelen. En ja, ik ga het gewoon zien. En ik zie het wel. Ja. Nou Ik denk ja, dat het allemaal goed komt. prima instelling Ik ook. hoop dat het een enorm succes wordt. Dat hopen wij natuurlijk ook. Ja, tijdje terug, een paar jaar geleden, kwam ik jou tegen op volgens mij het Eurotour-toernooi in Leeuwarden. En toen had je net je been gebroken, volgens mij, op het kwalificatietoernooi. Of had je iets gebroken? Hoe zit het daar nu mee? Nou, dat was. Dat was in Zwolle, was dat? Oh, Zwolle was dat, ja. Dat was 2 jaar geleden, inderdaad. Dag naar Hemelvaart. Dat klopt, inderdaad. Ja, ik denk dat dat allemaal wel meegewerkt heeft. Ik denk dat dat een stukje mentaal wel een hele goede. Dat ik daar heel erg sterker van ben geworden. Want inderdaad, ik heb bijna 7 weken in een rolstoel alleen in huis gezeten, ongeveer. Ik denk dat het een heel goed leermoment voor mij is geweest. Maar in principe heb je daar geen last meer van. Nee, heel af en toe. Maar nee, in principe gaat het goed. Nou ja, gelukkig is darten geen voetbal of zo, dus dan komt dat wel goed. Ja, Martijn, ik wens je alle succes de komende 2 jaar. En hopelijk ja, zien we jou nog vaak genoeg op een Eurotour-toernooitje of hopelijk natuurlijk op de grote TV-toernooien. Ja, ik hoop het ook. Ja, die Eurotour is altijd hartstikke mooi natuurlijk. Maar als je voor een van de andere televisietoernooien kunt plaatsen, zou het natuurlijk ook helemaal geweldig zijn. Is goed. Veel succes, Martijn. Ja, top. Dankjewel, hè.